Hallo beste kijkers, in dit filmpje gaan we kijken naar een paar grootheden die je kan meten met betrekking tot ademhaling. Allemaal eenheden van volume, want we gaan eens kijken hoe dat nou verdeeld is in die longen met hoeveelheden lucht die waar allemaal zitten. We beginnen met de dode ruimte, die komt helemaal niet eens echt serieus in de longen. Dat is eigenlijk de lucht die in mond, neus, keelholte, strotten, hoofd en luchtpijpen en vertakkingen daarvan zit. Daar vindt geen gaswisseling plaats. Het zijn natuurlijk allemaal vrij dunne buizen, dus het gaat om ongeveer 150 milliliter. Die lucht wordt eigenlijk bijna hetzelfde als dat die is ingeademd, ook weer uitgeademd. En dus ook de samenstelling van die lucht zal niet zo erg veranderen, omdat er eigenlijk geen gaswisseling in die dode ruimte plaatsvindt. Ademvolume is een hele belangrijke maat. Dat is eigenlijk de hoeveelheid lucht die je bij een rustige ademhaling. We hebben al gezien hoe dat in- en uitademen gaat met borst- en buikademhaling. Maar als je die beide een heel klein beetje combineert, ververs je in rust ongeveer een halve liter. En dat noem je dus als grootheid het ademvolume. Daarmee kan je weer helemaal niet sporten, want het is echt maar met één rust dat je die halve liter gaat verversen. De vitale capaciteit is de maximale hoeveelheid lucht die je kan uitademen na een maximale inademing. Of natuurlijk hetzelfde die je kan inademen na een maximale uitademing. Dat maakt op zich natuurlijk niks uit, maar dat is dus de maximale hoeveelheid lucht die je kan verversen. En dat is een interessante grootheid als het gaat om het meten van longcapaciteit voor sporters. De totale longcapaciteit. Inhoud is natuurlijk altijd iets groter dan de vitale capaciteit. Ik zeg altijd maar, als je de long echt leeg wil hebben, moet je er een vrachtwagen op parkeren. Er blijft altijd nog lucht in die longen achter. Die longblaasjes kunnen niet helemaal leeg. En al die buisjes met kraakmeringen erom natuurlijk al helemaal niet. En er blijft dus altijd zo ongeveer 1,5 liter lucht over in de longen. Nou, als je dan eens gaat kijken naar een grafiek waarbij iemand adem gaat zitten halen, dan heb je een totaal longvolume, want dat is natuurlijk variabel afhankelijk van hoeveel lucht erin zit, van maximaal zo'n 6,5 liter en minimaal ongeveer die 1,5 liter. We zien hier een halve liter verversing, dat is letter B. We zien hier een extra uitademing, letter D, een diepe inademing, letter A. Totale verschil tussen diepe uitademing en diepe inademing, letter C. En dan houden we nog iets over, letter E. We hebben net een aantal van deze letters al gezien wat die betekenen, wat de termen daarvoor zijn. En dat gaan we nu in het volgende plaatje even bekijken. Want we hadden die rustige in- en uitademing van een halve liter verversing, oftewel B. Dat is dus het ademvolume. De dode ruimte zie je hier niet echt in, maar dat zit natuurlijk ook ergens halverwege die ademhaling wordt ook de dode ruimte uiteraard ververst. Dan hebben we gezien de vitale capaciteit. Dat je maximaal kan in- en uitademen. En dan hebben we het restvolume al gezien. Wat er dus niet uitkomt tenzij je die vrachtwagen op de longen parkeerde. Wat dan ook weer heel slecht voor je is. Maar dan hebben we nog A en D. En die heten het inspiratoire voor inademen. Inspiratie is eigenlijk inademing. En het expiratoire voor uitademing. Reservevolume. Dat is dus de hoeveelheid lucht die je als je meer luchtverversing nodig hebt. Kan gaan gebruiken. Extra uitademing. Leger maken en snel weer verse, zuurstofrijke lucht erin. Dat is dus D, expiratoire reservevolume. Of extra diep inademen, dat is dus A, inspiratoire reservevolume. En dat zijn dus de grootheden, de vijf grootheden eigenlijk die je moet weten. Behalve dan die dode ruimte van de vorige dia, dat is dan een zesde. Als het gaat om inhoud van de longen en wat daaraan gemeten kan worden. We hebben het hier dus alleen nog maar over milliliters gehad. Natuurlijk kan ook de ademfrequentie toenemen, samen met de hartfrequentie, om die zuurstof ook overal te brengen. Maar dat is een ander verhaal. Tot de volgende filmpje.